Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van de Schotenavontuur hier in Hongarije. Het is vandaag woensdag 17 april en het is frisjes. Het is maar 10 graden, waar het wel geteld een paar dagen geleden nog boven de 30 graden was, is het nu gelijk 10 graden. Maar we gaan er weer een mooie dag van maken. Het heeft gisteren behoorlijk geregend. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel millimeter er is gevallen. Gaan we nog even te raden bij Patrick. En ik heb even plantvoeding nodig, althans heb ik niet nodig. Alleen mijn bloemkolen, die willen niet echt, die willen geen doorstart maken. Dus ik ga er een klein beetje voeding bij doen om te kijken of dat werkt. Misschien hebben die niet de juiste potgrond van mij gekregen en de rest wel. Ik weet het niet meer. En als het niet lukt, zaaien we gewoon opnieuw. Ook geen probleem. Maar toevallig heb ik nog voeding staan. Dus dat gaan we doen. Maar in ieder geval heel veel kijkplezier. En kijk gewoon gezellig met ons mee deze dagen. Hij had het al opgeschreven. 19 mm was er gisteren gevallen. Dus het valt mee. Maar de tuin is wel goed nat. Vooral de oprit. Waar we met graafwerkzaamheden bezig zijn. Ga jij lekker buiten spelen? In de modder. Hé? In de modder. Ja, ja. Jij ook? Ga jij ook in de modder spelen? Ga jij ook in de modder spelen? Ja. Sleutel van de schuur. Laat je schoenen eens zien. Laat je schoenen eens zien. Ah, oh, die bakken zijn allemaal gewit, gestraald, ja. Wit gestraald. Oh mijn god, dat ziet eruit. Ik ben weer even lekker in de tuin bezig geweest. Ik hoop niet dat ze hier te veel wind hebben. Ik heb weer twee sla uitgeplant. Hier is er als weer eentje opgegeten. Helaas, dat blijf je houden. Je kan slakken krijgen. Je kan met andere dingen te maken hebben. Dat weet je in de tuin. Dus je moet altijd genoeg voorzaaien. Dus ik heb hiervoor weer twee krul uitgezaaid. Die ijsberg die heeft nog steeds overleefd. Daar is een ijsberg gesneuveld. Die plant ik van de week alweer erin. Nu niet vandaag, want ik moet elke keer schoenenwissel doen. Ik heb nou mijn crocs aan voor in de tuin. Maar daar staan de laarzen met heel veel bagger eraan. Omdat ik straks weer terug moet lopen. Door een lieve volger van ons heb ik besloten om een aantal Afrikaantjes alvast uit te planten. Gewoon om te testen. De rest staat gewoon nog binnen, want dat komt op een andere plek te staan. Ik heb radijsjes gezaaid. En dan straks als die op beginnen te komen, dan doe ik weer een tweede rij zaaien. Hetzelfde, oh nee, dat was de rucola, sorry. Dat doe ik hetzelfde als ook met de radijs. Radijs ook één rijtje gedaan.
volgende keer als ze opkomen. Dan gaat het tweede rijtje op. Hier zit een Afrikaantje in. Daar zit een Afrikaantje in. Dit is de bloemenborder. Dus daar komen ook Afrikanen bij in te staan. Ik heb bij de dopperten aan allebei de kanten hier eentje gezet. En daar zo eentje. En ook aan de voorkant. Dus ja, en de meulsluiter doet het goed. En alle andere plantjes die groeien er mooi doorheen. Oh ja, hier kan je zien dat ik straks de muls weer erop moet gaan leggen. Want hier zie je dus dat het onkruid gaat groeien. En als je de muls doet, doe je dat niet. Maar ik laat eerst even deze plantjes iets groter worden. Dan gaat de muls er gewoon weer omheen. Dit zijn de bietjes. En daar heb ik weer een vak met bietjes. Die heb ik rechtstreeks in de grond gezaaid. Die komen ook allemaal weer boven. Dat kan allemaal makkelijk in de grond voorzaaien. Dat lukt je makkelijk. Nou, we gaan weer eens voor bij Patrick kijken hoe het daar gaat. Het is zometeen weer tijd om het eten te doen. Maar dat heb ik gisteren al voorbereid. Dus dat is ideaal voor mij. Het gaat dus mooi in de tuin. Oh ja, we hadden vast even één boog op Patrick erin gezet om te proberen hoe hoog we hem willen hebben, maar hij moet lager. Maar omdat we een wisselteelt doen, dit is een smalle bak. Dit is voor de kolen namelijk, dat we hem afdekken. Maar volgend jaar komen ze in een bredere bak te staan, omdat ik dus elke keer roleer. Dus moeten we even één boog uittesten in een van deze brede bakken om te zien hoe hoog het dan wordt. En anders houden we hem wel hoog. Bij dit bak, maar niet bij de rest van de bakken. Dan wordt hij automatisch natuurlijk breder. Dus minder hoog. Nou, update van de tuin. Oh ja, en het greffel, mooi. Omdat, ja nou, hier ligt wel heel brede greffel. Maar eigenlijk moet je het zo zien. Oh, ik sta natuurlijk zelf in de zon. Kijk, het is mooi hard geworden. Dus ik kan er makkelijk nu in mijn tuintjes lopen. Daar ben ik heel blij mee. Nu moet ik Patrick gaan roepen om mij te helpen. Om mij terug te bonjouren naar voren toe. Want zo zien de laarzen eruit. Nou, dat is glibberig glijden. En met mijn motoriek is dat gewoon vragen om te vallen. Bakkes, waar ben jij geweest? Waar ben jij geweest? Die poten! Waar ben jij geweest? Waar ben jij geweest? Heb je te kakken? Moest jij poepen? We moesten door de modder heen daar, hoor. Ga jij je pootjes laten drogen? Dat is misschien wel slim, hè? Anders moet je straks door de wasstraat heen voordat je weer naar binnen kan. Ja, dus kan je straks door de wasstraat heen. Beter ook een lekker ding, hè? Beter ook een lekker ding. Ja. Nee, nee. Ja, hij komt er doorheen. Nou, jullie zien het. We zijn de oprit eruit aan het halen. Hier komt natuurlijk allemaal nog grond op. En hier gaat nog grond af. En dan komt er ook weer grond bij. Moet ik het even afvlakken. Dan
komen er allemaal worteldoeken op te liggen. En dan uiteindelijk weer de greffel. Maar dan moeten we hier nog allemaal bandjes plaatsen. Dus we zijn de oprit eruit aan het halen. Die stenen gaan we weer voor andere doeleinden gebruiken. Dus dit was onze voormalige oprit. Dat liep maar tot hier. Dat is maar een klein stukje. Dus die gaan we nou eruit halen. We hebben net nog lekker gezellig bezoek gehad. Dus we gaan weer verder. Een hele goede morgen. Het is donderdag 18 april. Het is nog in de ochtend. En wij gaan eventjes naar twee dorpen verderop. Daar komt onze greffel vandaan van de moestuin. Maar we willen daar ook gaan kijken bij dat bedrijf. Of ze toevallig ook andere soorten greffel hebben. Maar anders nemen we ook die greffel voor op de oprit. We gaan toch daarheen naar Latheje, naar het dorp. Dus dan gaan we gelijk daar langs. Even langs de supermarkt nog voor sla en komkommer. En we moesten nog, oh ja, nog naar een, ja, wij noemen het de Welkoop, maar het is niet de Welkoop, maar het is gewoon een kleine winkel waar je van allerlei dingen kan kopen voor de tuin en andere dingen. Daar moeten we nog draad voor de kantmaaier kopen en voor de bosmaaier, want die is op. Volgens mij moeten we ook nog diesel halen. Dus genoeg te doen. En we gaan ook nog op de terugweg, als we terugkomen naar ons dorp, langs de garage, onze garage hier, althans niet onze, maar in ons dorp hebben ze een garage. En we willen daar even informeren voor nieuwe zomerbanden voor onder onze auto. Dus ga gezellig mee ons op stap. Ik ga kijken wat ik ga filmen bij de winkels en hoe druk het is en noem het maar op. Maar weer een nieuwe dag. Nou, we zijn nog aan het sightseeing. Hoe noem je dat? Sightseeing, toch? Weet ik veel. Door Latheje heen, door het dorp heen waar wij naar de winkeltje gingen. En langs die welkoopgedoe. En kijken naar de greffelfabriek, althans depot, waar ons spul vandaan komt. We wilden erop, maar het is helemaal dicht en zo afgesloten. En we konden wel vanaf de weg zien wat er allemaal lag, maar niet echt dat je zegt, oh, we gaan een andere keuze maken. Dus nu gaan we weer op naar huis. Die sloefde we niet te tanken, want je had geen jerrycans bij. Dus we gaan weer op naar huis. Zo, we zitten weer aan de tafel om te verspenen en opnieuw voor te zaaien. Eén ding opnieuw en één ding nieuw. Ik heb nog komkommerzaad van vorig jaar. Die ga ik zaaien, want die heb ik nog niet gezaaid. En ik ga bloemkolen opnieuw zaaien, want ik vind dat de bloemkolen het niet goed hebben gedaan.
Ik ben ze wel proberen aan het versterken met wat voeding. Maar ik ben bang dat ze het niet gaan overleven. Op de een of andere manier. Ik denk misschien is het zaad niet goed. Het is wel goed ontkiemd. Maar daarna is het gewoon helemaal niks geworden. Terwijl de rest van alle kolen wel super goed gaan. Dus we gaan het gewoon nog een keer opnieuw proberen. En er komt weer een kraan langs Chirea. Ze zijn gewoon nog steeds druk in het dorp met de riolering. En ik heb hier nog lange sprieten meloen die graag in een potje willen worden gezet. Dus dat ga ik doen. En nou bedenk ik me, ik heb gewoon volgens mij een verkeerd potje gevuld. Ik had een grotere pot moeten pakken. Maar ze doen het hier maar mee. Want ik heb net ook alle potjes uit mijn handen laten vallen terwijl ik ze net gevuld had op mijn grond. Mijn motoriek is vandaag lekker bagger. Maar het maakt niet uit. Patrick, was ik ook vergeten te zeggen. Wij zijn daarna, toen ik zei we gaan op naar huis, zijn wij eerst natuurlijk doorgereden naar de garage hier verderop in het dorp. Die man kenden wij al. Dus daar gingen we heen voor de auto, voor nieuwe zomerbanden. Want de Mercedes heeft hoog nodig nieuwe zomerbandjes nodig. Dus Patrick gaat straks de oude zomerbanden inclusief velg wegbrengen. Want wij hebben winterbanden met eigen velg en zomerbanden met eigen velgen. Dus die gaat hij straks even wegbrengen. De banden liggen al in de auto. Dus de aankomende dagen wordt dat gefixt, wordt besteld en het wordt op de velg gezet. En nou is hij even met Dexter, met onze trekker, bezig met grondwerkzaamheden. En als ik deze plantjes heb gedaan, althans de plantjes heb verspeend en weer heb voorgezaaid, dan is het eerst tijd om te koken. Maar ik stop met praten en kletsen, want ik ben moe. En dan is het ineens zaterdagochtend 20 april. Jullie missen dus anderhalve dag van beelden. En dat komt gewoon omdat ik de camera niet heb gepakt. Ik was zo moe, mijn motoriek was ver te zoeken, om het netjes te zeggen. En geen zin om de camera erbij te pakken. We hebben wel gewoon dingen nog gedaan. Ik heb vooral gericht even op het huishouden, weer Elif. Heel even alles onder controle te krijgen. Alles gewoon weer eventjes helemaal aan kant te hebben. Patrick heeft nog wat basisklusjes gedaan. Die heeft de poort voor aan de straat, zeg maar, die was afgehangen. Nou ja, afgehangen. Die was niet echt lekker meer. Dus die heeft Patrick proberen een soort van goed te krijgen. Die hebben ze op een andere manier geïnstalleerd dan dat wij hem zouden monteren, installeren. Dus, maar het is hem gelukt. Hij is gisteren nog niet bij de overburen geweest, maar aan de buurman hiernaast. Om te helpen met aan zijn auto iets te monteren. Of iets te repareren. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Dat gaat bij mij piep. Want als ik alles moet onthouden, heb ik geen genoeg groot hoofd voor. Nou ging Patrick de auto pakken. Want vanochtend heeft de garage al laten weten, die hier in het dorp zit, dat de auto, nee niet de auto, dat de nieuwe zomerbanden op de velgen al zitten. Dus die kan Patrick ophalen, dus die gaat hij nou doen. Ik ga me omkleden, het is inmiddels altijd 10:55, we hebben gewoon nog rustig aan gedaan. Zoals we de afgelopen anderhalf dag rustig aan hebben gedaan, gewoon rustig aan. Dus niet veel bijzonders voor jullie. En ik vond het ook eigenlijk wel eens een keer lekker. Eventjes niet die camera, niet eraan hoeven te denken. Oh ja, ik moet het filmen. Of oh ja, het is misschien wel leuk om te filmen als herinnering of als wat dan ook. Genoeg gekletst. Ik ga me omkleden. Gaan we vandaag nog wel wat productiefs doen. Maar niet gelijk vol gas. Want anders is die batterij gelijk weer leeg. Dus omkleden. Dan kunnen we gezellig met elkaar naar buiten. En dan is Patrick ook alweer terug van de garage. Thank you.
pakken, shiny. Ga je niet. Doe normaal. Foei. Foei. Kom, naar achteren. Ja, ja, joh. Moet je via de andere kant, Ies? Zwarte hond. Oh, easy, pas op. Pas op, berggeit. Pas op. Kom, naar beneden. Kerre. Ja, en ze is weer beneden, of nog niet? Ja. Patrick heeft alweer de banden gewisseld van de auto. Dus hier zitten nou de nieuwe zomerbanden onder. Dus die zijn super. En ik denk, ik ga gauw filmen wat ik aan het doen ben. Want daar komt een donkere lucht aan, zoals je kan zien. Dus en ik ben nog in de tuin bezig. En Patrick is daar bezig. Poortje daar opnieuw afhangen. Dat was weer een beetje afgehangen. Dus weer even bijstellen. Jij zit te plassen? Ja, ik zag het wel. Vrouwtje, hopelijk morgen het grasje weer maaien bakjes, want het is weer lang. Maar voordat ik het grasje ga maaien, wilde ik eerst deze aardbeienbak. Die voor het huis is al af. Maar deze nog helemaal. Nou, die heb ik nou zover als goed is. Hier zo alweer schoon. Ben ik hier gestopt. Ga ik zo weer verder. Moet ik daar nog schoonmaken en helemaal zo tot daar. En het zijn al best grote planten. Kijk. En er hangen al veel aardbeidjes ook hier in de voortuin aan. Dus nog een aardig klusje. Maar nu heel even tijd om te zitten, wat te drinken en weer verder te gaan. En wie weet gaat het zo meteen regenen. Dus ik denk ik ga laten jullie even gauw zien. Want ik zal ook wel even de voortuin nog laten zien. Althans de aardbeien voor de tuin. In de voor het huis. Wat een woorden allemaal. Kijk, want hier had ik nog een klein beetje gras. En toen was het op. Kijk, ze is hangen. Maar toen was het op. Toen ik de voorbak heb gevuld voor het huis. Dus als ik nou van de week weer kan gras maaien. Hopelijk morgen. En daar had van de week een beetje wisselvallig weer. Kijk. De bloemen gaan nog mooi omhoog. Kijk eens hoe joekels hier aanhangen, lieve mensjes. Kijk eens. En ze bekleuren al. Ze gaan al verkleuren. Nu al. Maar ja. Kijk hier, is hele trossa. Jongens, wat ben ik blij. Blij met heel mijn aardbeien. Met al mijn aardbeien. Ja, wordt leuk. Weet je wat? Oh nee.
niet weet je wat. Maar ja, je ziet dus dat ik hier dus bijna geen werk daaraan heb. Omdat er dus gras op ligt. En die aardbeien dus niet op de kale grond liggen, maar gewoon op het gras liggen. Dus dan gaan ze ook niet rotten. Nou, dat is het idee. Hallo Izzy. Hallo Izzy. Oh, jij hebt lekker vanmiddag met het vrouwtje gerust, hè? Ja, je hebt nog slapen op ervan. Ja. Kom, we gaan gauw nog even bij de baas kijken. Dan gaan we even wat drinken. En even zitten en dan gaan we weer door. Totdat het misschien eventueel gaat regenen. Ja, Bak. Gaan jullie mee? Gaan jullie mee? Joi, kerren. Laat nou maar eens zien wat jij zag dan. Je zit al met je kopje tussen die spijlen, tussen de hout. Maar wat zie jij hier dan? Ja, nou wat je het leuke ding. Nou weet je het niet meer. Die. Was daar waar ze liep te zeuren? Tussen de hout hier zo, met haar koppen doorheen, van ik moet dat hebben? Heb jij een loppen gooien of zo? Nee, maar Rizie pakt er geen stokkel in hoor. Zit lekker zijn neem. Oh ja, maar je gaat niet opeten. Dat deed je vorig jaar ook elke keer. Weet je dat nog? Toen ik die bamboe het knippen was. En we gaan het niet opeten. Leuk speelgoed, maar je gaat het niet opeten, kleintje. Kom. Hey, Kerre. Dat is gaar roken. Dat gaan we niet doen, hè? We gaan het niet oproken. En ook niet opeten? Nee? Nee, kom hier. Hey, Kerre. Ik ben echt een Hongaar. Ik ken alleen maar Hongaars verstaan. Kom hier. Wat moet hier nou mee? Stel varken. Oh, varken. Het is inmiddels zaterdagavond en dat betekent dat deze vlog weer voorbij is. Ik baal als een stekker dat mijn energie totaal op was. Dat ik echt even anderhalve dag de camera niet heb gepakt. Vandaag blij dat ik weer wat heb kunnen doen buiten de tuin. Patrick had trouwens ook even lekker gerust de afgelopen anderhalve dag. Wel wat dingen gedaan dus, maar wel tussendoor lekker rust gepakt. Maar ja, het hoort erbij. Dus dat is ook ons leven. Vooral mijn leven lichamelijk. Maar vond je deze vlog ondanks dat superleuk, zeg ik doorsluit een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan, want dan maak je ons heel erg blij mee. En andere mensen, want zo is ons kanaal beter zichtbaar. En dan zeg ik, laat een leuke reactie achter en dan zien we je heel graag bij de volgende vlog. Doei doei!